zijn filmen. Ja. Lieve vrienden, het is vandaag alweer zaterdag en we leven op 12 september om 12:50 uur. Ja. En er is vandaag een hoop te doen. Ja, zeker te weten. Maar ik wens jullie als eerste welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ik moet nog met Rijka lopen, maar er is nog veel meer te doen. Ja, er is zoveel te doen, je wilt niet weten. Ten eerste ben ik met een kastje bezig, moet ik verder mee. Ten tweede staat het hier vol met boodschappen. Ik had ook al boodschappen gehad, maar dat legt al in de vriezer en in de koelkast. En wie bracht dat gisteravond mee? Ja, je raadt het al. Daar zit ze. Hallo. U filmt dat tegen het licht in. Ja, nou, daar kan ik niks aan doen. Hallo. Dus ja, die nam dat allemaal mee. Dus dan moet ik ook allemaal weer een plekje geven. En die kast is ook zo goed als vol. Dus ja, ik ben blij dat ik daar een plank leeg heb gewerkt. Enkel dat ik moet even wat ik op de middelste plank had gezet. Dat gaat dan naar boven toe. De bovenste plank. Dan kan dit op de middelste plank. Anders kan ik er niet bij wanneer ik het nodig heb. Ja. Dus dat komt allemaal wel goed. Lieve vrienden. Ja, lief hè. Ewen die doet het ook al. Gaat ze ook in de vensterbak erbij zitten. Ik weet niet wanneer kan dat thuis is. Dat heeft ze van de week gedaan. Maar oké, lieve vrienden. Ja, dat is... En dan hebben we ook nog die monumentenweekend, hè? Ja. Ja, monumentenweekend. En Carillon wil ik er sowieso er even op hebben, hè? Ja, die wil ik er sowieso erop hebben. Nou, dat zullen we het lekker zelf doen. Ja. Dat, dan gaat u eerst om even lekker lopen met Rijk. Dan blijf ik even hier. Dan ga ik even nog eens naar het lijf op Bigo. Ja. En dan daarna gaan we even. Ja, daarom. En want, neem en de post, ik moet 30 uur maken in deze maand. 30 uur op Bigo. Oké. Dus ja, jullie gaan er gewoon gezellig. Nee! Ja! Waarom ook niet? Dus ik zou zeggen, ik ga eerst lekker met Rijk uit. Een bakje koffie doen. Even bijkomen allemaal. En dan merken we het wel. Ja toch, de middag is nog lang. Dus ik zeg het tot strakjes. Doei! We zijn gearriveerd en jullie horen hem al spelen, denk ik zo. Mobiel. En we gaan er even naartoe. En daar staat Karin.
We proberen foto's te maken en toen liep jij erdoor. Ja, sorry. Ik moet hem eerst even inklappen. Jeetje. Huh? Ik had hem helemaal lang, hè? We hebben hem al dan. Huh? Ja, je kan erin. Uiteraard, daarom, bij dat beeld. Aan de rechterkant, je kan erin. Dat wist ik. Het is... Nou, we gaan even die kant op rijden. Want je kan er ook namelijk erin. Ja. Enkel ik dus niet, maar zoals Karin weer wel. Daar al in. Waarschijnlijk moet je dan betalen. Weet ik niet meer lezen. Wij zijn vloggers. Alleen mijn moeder en die kan niet staan naar binnen. Ik denk dat dat een beetje luid is. Dat moet heel erg moeilijk worden. Hoe groot is die trap? Ja, heel klein. Ja. Heel klein. Je moet eerst een soort hier naar beneden. Het is heel veilig. Nee. Nee. Maar als u gaat, dan kan het natuurlijk. Nou, mam, dan heb ik even mijn spullen van u. Ja, neem jij de camera dan mee? Jij vlogt met je eigen, kan je ook met mijn vloggen? Als ik gewoon mijn dingen naar u doorstuur. Prima, hou ik je aan. Ja. Hou ik je aan. Dus jij gaat de kuil in? Ja, ik ga de kuil in. Nou, dat... Wacht even, dan wil ik even mijn stok hebben. Ja, rustig aan. Rustig aan. Even van het zonnetje. Even mijn stok. Hier zit wel mijn tablet in, hè? Hè? Ja, weet ik. We hebben oppas. Oeh! Die pak ik zo wel door. Met op mijn spiegel. Nee, ik heb een kanaal. Wilt u erop? Of ik erop wil. Ja, want dan draai ik hem om. Ja, vertel wat over de monument. Ja, precies. Ja, vertel.
Nou, we staan hier bij het reddingsmonument, het Rijksmonument. Even wat harder praten, want de wind hebben we, de auto's moeten hebben. Moeten dat op de achtergrond hebben dan? Dat mag ook. Heb je er gelijk twee? We staan hier bij het reddingsmonument in Den Helder. Dat is een rijksmonument uit de jaren 30. Het is gebouwd ter ere van Doris Rijkers, dat is een beroemde redder op zee. En men heeft besloten om het monument te wijden aan alle redders op zee. En het is een prachtig monument. Het is ontworpen door de beroemde architect van de Amsterdamse school, meneer Kramer. En het heeft ook, we zijn ook heel blij dat het de oorlog heeft overleefd. En het is een hele, en als je bovenin staat, dan kun je over de dijk heen kijken. Dat is natuurlijk, dat blijft natuurlijk het mooiste. Oh, dat is van Den Helder. Oh, wauw. Dus open monumentendag, kom allemaal kijken. Morgen kan het ook nog. Nou, hartstikke mooi. Ja. Hartstikke mooi verhaal. Dankjewel. Ja. Dankjewel. Okay, als voor de info. Ja. En dan wil ik jou natuurlijk even vloggen als je naar beneden gaat. Maar er was toch nog iemand die nog was. Ja, je mag. Oké. Dan ga ik wel even wachten dat ik dus even kijk hoe ik erin. Oké. Tralali. Dan ga ik pas filmen, denk ik. Wacht maar. Ja. Kijk, dat lekker zo. Ga ik lekker eerst even hier een beetje erop zitten. Daar moet Karin erin. Ja, als ik erbij mag van nu. Kijk, doe ik het lekker moeilijk. Maar ik kom er wel in. Toen had ik hem net niet loshangen. Ik had hem niet op de stabiel. Maar ja, komt goed. Dan moet ik er weer uit zien te komen. Zo. Ja. Zo doen we dat. Waar kan ik het dan bekijken? Mijn naam is Corina met IE. Corina met IE, ja. Ja, en de beestenboer. Corina en de beestenboer. Ja, maar wij plannen allebei in. Zij woont in Haag. Oké. En wij plannen in, dus het komt pas over een aantal weken. Oké. Maar als u mij uw kaartje geeft, dan kan ik u op de hoogte houden. Oh ja, nou, ik heb mijn kaartje niet bij me. Corina en de beestenboer. Ik ja, ook. En dan Corina met IE. Ja. Ik kan het natuurlijk gewoon even noteren, want ik kan hier gewoon een notitie maken. Ja. En, ik zal wel even af. Thank you.
dus zo. Ga ik lekker eerst even hier een beetje erop zitten. Ja, moet daar in de zin. Ja, als ik erbij mag. Zo nu. Kijk, doe ik het lekker moeilijk. Maar ik kom er wel in. Zo, ik ga een... Zo. Nee, dit had u niet getrokken, nee. Zo. Het stieke idee. Hoe laat jij? Ik ga het geluid trotseren, jongens. Mag ik jou filmen? Ja. Dit is magnifiek, echt waar. Ja, het is wauw. Alleen je hebt zo'n klein kruipgaatje waar je doorheen moet. Ik ga weer naar beneden, dan moet ik weer kruipen. Ja, dank u. Zo, en dan ga ik weer naar beneden. Het is stiekem mooi. Klem. Even mijn zonnebril goed opzetten. Jeetje, Mita. Wenteltrapje. Ik kan helemaal niks, maar oké, maakt niet uit. We komen er wel. Ja.
Dat is heel krap, ja. Ik heb benauwde dat er ooit mee gemaakt. Hè? Ik heb nog krapper dat er ooit mee gemaakt. Meen je niet? Oké. Okay. Ja, ik vlog, dus... Oh, ik vlog. Dus je komt nou ook op en op YouTube terecht. Oh, ja. Ik heb een gegeven moment. Dus ik weet niet of jij je telefoon bij de hand hebt. Die heb ik zeker. Dan kan ik gelijk even mijn naam even doorgeven. En mijn moeder en die vlogt ook. Dus alleen die kan dus niet, helaas niet naar binnen. Want die is minder vliegen. Ah. Dus, YouTube. Leuk. Ga je afsluiten? Ja. Oké. Okay. Ja, hoe lang heb je dan hierop lopen pingelen dan? Pingelen? Nou, ja. Spelen. Spelen, mag ook. Vanaf hoe laat al dan? Half elf tot 12. Ja? En dan een kleine pauze, dan vanaf 2:30 tot 3. Oké, okay. En dan nu is het afgesloten. Yes. Mooi, doe je goed. Ja. Ik vind dit al helemaal niks. Het is zo. Menteltrapje. Als je maar niet valt of zo, weet je? Nee, dat is gevaarlijk. Ja, daarom. Er zijn trappetjes die nog gevaarlijker zijn dan deze. Deze is op zich nog wel gevaarlijk. Ja, oké, okay, maar teruglopen. Ja, dat is een. Dat is even een uitdaging omhoog, is niet eens erg. Ah, ik loop lekker rustig. Kijk, jij bent het gewend, ik niet. Dat zeker. En dan moet ik dus weer daar doorheen. Maar de laatste kleine paar treetjes en dan ben ik er weer. Dan ben ik er alweer. Er staan een paar gevachten. Sorry? Er staan een paar gevachten. Ja, maar het is gesloten. Ik was de laatste. Zo. En dan ga ik hier weer doorheen. Kruipruimte. Ik had de camera ook wel naar beneden willen hangen, maar hij wou niet luisteren naar mij. Niet, dat is jammer. Ah, ik ben er weer. 1, 2, 3. Ja hoor, dat gaat. 1, 2, 3. Ik ben weer boven. En maar spelen doet hij niet meer. Oké. Okay. Haha. Zo mooi. Bij het reddingsmonument in Den Helder. Het is een rijksmonument uit de jaren 30. Het is gebouwd ter ere van Doris Rijkers. Dat is een beroemde redder op zee. En men heeft besloten om het monument te wijden aan alle redders op zee. En het is een prachtig monument. Het is ontworpen door de beroemde architect van de Amsterdamse school, meneer Kramer. En het is ook... We zijn ook heel blij dat het de oorlog heeft overleefd. En het is een hele. Als je bovenin staat, dan kun je over de dijk heen kijken. Dat is natuurlijk, oh, wow. Dat blijft natuurlijk het mooiste van Den Helder. Oh, wauw. Dus Open Monumentendag, kom allemaal kijken. Morgen kan het ook nog. Nou, hartstikke mooi. Ja. Hartstikke mooi verhaal. Dankjewel. Ja. Dankjewel. Oké, okay, als voor de info. Ja. Komt helemaal goed. Dan wil ik jou Ja, lieve vrienden, we zijn weer thuis. Ik heb een bakje koffie voor mijn neus en ik heb eindelijk mijn lunch. Ja, want ik had niet gegeten, omdat ik met mijn domme hoofd gisteren, oftewel vandaag, vergeten was brood uit de vriezer te halen. Dus ja, ik had niks. Dus nou mag ik eens een keer aan mijn lunch beginnen. Maar ja, oké, maakt niet uit. Ik heb er best wel zin in. Maar we hebben het gezellig gehad, of niet dan, bij die Carl-Jon. Echt gelijk in een interview, hè. Wat wil je nog meer? Ja! En zomaar uit hunzelf. Helemaal geweldig. Niet gepland, niks. Dus ja, daar ben we helemaal happy mee. Karen net zo goed. En die is dus naar beneden geweest. Kan ik niet inkomen. Nee, dat gaat het er niet worden. Maar ik krijg die materiaal krijg ik erbij om deze vlog in elkaar te zetten. Dus. Toppie! Geweldig! Ja, ben ik blij mee. Maar oké, dat wordt het, dat zal ik denk ik van de week ergens binnenkrijgen. Dat weet ik nog niet hoe dat gaat, hoe dat wordt gedaan. En ja,
Ik ga ook nog een vlog maken over deze statief waar jullie nou op staan. Maar dat komt allemaal goed. Vandaag wordt het dus dat niet. Nee, wanneer het er wel wordt, weet ik ook nog niet. Dat is een verrassing. Ja, dat wordt gewoon een vlog apart. En het komt allemaal goed. Ja, geniet van alles. Doe ik ook. Momentje. Ben ik super blij mee. Mijn poesjebeestje ben ik super blij mee. Kandel is net buiten, want die was de hele tijd binnen. En die hoorde me binnenkomen. Dus nou, achter de deur. Dus ja, die heeft me buiten gelaten. Logisch toch. Maar het zou warmer worden. Nou, nee hoor, want ik heb best koude handen. Ja. Dus, maar oké, maakt niet uit. Het is verder allemaal goed gegaan. En morgen hebben we weer een monumentendag. Ik zal zo meteen even kijken wanneer wat we nog meer kunnen bewonderen qua monumenten. Dat wil ik even bekijken. Ik heb ook een folder mee, ga ik ook bekijken. Dat ging dan wel eens waar over het carillon. Maar ik wil kijken of daar meer dingen in staan. Dan komen we zelf achter als we het even gaan lezen. Dus ik zeg lieve vrienden, geniet. Tot later.